Museumplein waarmee het op dag 1 allemaal begonnen is. Het is alweer de laatste dag en zometeen zal de Brooks 10K Champion Run van start gaan. Zoals je ziet zijn ze achter me al druk bezig aan het opwarmen. Het belooft een geweldig spektakel te worden en ik heb er enorm veel zin in. Deelnemers vanuit over heel de wereld zullen meedoen. Laten we beginnen! Spanning stijgt, want inmiddels alweer de tweede groep zal zo van start gaan. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in. Ik raad iedereen aan om mee te doen. Volgend jaar ook. Dit is de shit. You're about to start. Are you excited? Woo! Woo! Peter, Niklas en we're so fucking excited! Jij gaat zo van start. Heb je er een beetje zin in? Ja, natuurlijk. Ja. Ben je goed voorbereid? Nee, ik heb een week in het stadion gezeten. Goed excuus, dat is wel een geldig excuus vind ik. En wat kom jij hier doen? Ze aanmoedigen? Ik kom even aanmoedigen. Ik ben de tassenbewaker vandaag en ik ga verder genieten van de zon. Nou, wat deze race zo speciaal maakt, is de route. De route brengt de deelnemers langs de prachtigste en meest bijzondere plekjes in Amsterdam. Zoals het Rijksmuseum bijvoorbeeld. We staan nu onder het Rijksmuseum en de deelnemers staan op het punt te finishen. Wat ook super tof is aan deze race, is dat vanochtend de EK-atleten langs dezelfde route hebben gelopen. De deelnemers treden dus met recht in de voetsporen van de atleten. Toffer is het toch niet? We staan nu een paar meter van de eindstreep af, waar de deelnemers zo zullen finishen. Ondanks de hitte hebben ze een geweldige prestatie geleverd. Wij hebben genoten, het publiek heeft genoten en de deelnemers hebben genoten. Wat wil je nog meer?